Mijn naam is André Bosman. Ik ben voorzitter van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties is bezig met onderzoek naar de menselijke maat. Naar uitvoeringsorganisaties waar mensen soms tussen wal en schip vallen. Er gaan heel veel dingen goed, maar soms gaan dingen ook verschrikkelijk mis. We zijn op zoek naar oorzaken, gevolgen of misschien wel rode draden om te komen tot oplossingen. We hebben dus mensen gesproken vanuit de uitvoering, maar ook vanuit het ministerie, vakbonden, consumentenorganisaties, wetenschappers, kamerleden, oud-kamerleden, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. En nu moeten we alle informatie bij elkaar gaan brengen, zowel wat we als papierwerk hebben gekregen, maar zeker ook van de gesprekken, om te komen tot een stevig rapport met goede aanbevelingen, om voor de toekomst ervoor te zorgen dat we die uitvoering sterker, beter en mooier kunnen maken voor iedereen in Nederland. Dit was de laatste hoorzitting in de enquêtezaal. We hebben heel veel informatie opgehaald en we gaan nu aan de slag om een goed rapport te schrijven. Een rapport wat nodig is voor de verbetering van die uitvoering. Iedereen in Nederland komt op enig moment in aanraking met een uitvoeringsorganisatie. Het raakt dus iedereen in Nederland. Daarom moet het goed gebeuren en daarom zijn we op onderzoek uit om te kijken om het beter te maken.